Ik wil helemaal niet het conflict verder aanwakkeren. Het ligt heel lastig. Het is ook heel moeilijk om nou precies, voor mij in ieder geval ook, te analyseren wat er nou uit misgegaan is. Ik vind het jammer dat de dialoog hier is afgebroken en dat wij niet uitgekomen zijn. Dat betreur ik. Want de kunstcommissie is vertrokken met het idee van, we willen graag doorgaan met het organiseren van mooie tentoonstellingen, maar niet onder deze bestuurscultuur. En daar zit een kern volgens mij. Deze nieuwe expositieruimte die hebben we met een aantal kunstenaars samen opgezet, zeg maar. Het begon eigenlijk met de etalages voorzien van kunst, van Almeloze kunstenaars. En hier uiteindelijk een prachtige galerie van kunnen maken om nieuwe exposities te tonen van plaatselijke kunstenaars. Het is een rijk bezit, zo'n kunsthal als ze hier in Almelo is een rijk bezit. Dat zullen ook andere gemeentes vinden. Afgelopen jaar sprak ik nog met jonge kunstenaars die in Zwolle zaten. En die zei, hadden we maar zo'n expositieruimte in Zwolle. En die hebben nou de fundatie in Zwolle. Maar dat is een heel ander niveau van presenteren. Lokale kunstenaars en kunst die dichter bij mensen staat, dat verdient ook een podium en een plek. Het loopt hartstikke goed. We krijgen louter positieve reacties van mensen die hier langs wandelen. Die allemaal weer heel gelukkig zijn dat de etalages er weer wat frisser en vrolijker uitzien. En niet in zo'n leegstaand pand naar binnen hoeven te kijken. Louter positieve reacties. Geweldig. Momenteel hangt er werk van Ed van Haren en van Rob Koenders. Die hebben gisteren hier een prachtige opening gehad met muziek van Peter Schooft en de troubadours. Het hele pleintje stond hier vol met publiek. En hier binnen was het ook geweldig druk. Dus wat dat betreft mogen we hier niet klagen. Het loopt perfect. Dit is ook leuk om te doen. Het blijft heel erg jammer dat de hele kunstcommissie niet verder kan met het prachtige werk in de kunsthal. Maar hopelijk draait de kunsthal gewoon lekker door zo. Het feit dat er nu zo'n pop-up galerie is, wat we samen met lokale kunstenaars hebben opgezet. En wat volgens mij een hele mooie functie kan hebben in de stad. Daar zijn we wel trots en heel blij mee. En ik hoop dat we dit nog een lange tijd kunnen voortzetten. Ik wil er eigenlijk zelf niet zoveel meer aan toevoegen. Ik vind het belangrijker nogmaals wat ik net al zei, de kunsthal blijft voortbestaan. En dat we het rijke bezit wat zo'n voorziening is in Almelo, dat we daar goede vorm aan weten te geven. Dus dat de tentoonstellingen gecontinueerd kunnen worden. En als ik daarbij een rol kan spelen, of als de kunstcommissie zoals die is als geheel is afgetreden, daarbij een rol kan spelen, dan zullen we die graag invullen.